En nu we klaar zijn, hebben we 4 compleet nieuwe sporen die voor het treinverkeer te gebruiken zijn. Rondom knooppunt Zwolle is heel veel veranderd de afgelopen jaren. En we merkten gewoon dat door het drukker wordende treinverkeer het knooppunt echt een knooppunt zou gaan worden. En dat willen we niet, dus we hebben het hele knooppunt hebben we grondig gereviseerd. Dat is niet bij iedereen misschien bekend, maar het gaat hier echt om een hele cruciale verbinding tussen Noord-Nederland en de Randstad. En we verwachten natuurlijk dat het treinverkeer na corona in heel Nederland weer zal groeien. En dan gaat het zeker ook groeien rondom Zwolle. En die groei willen we op een goede manier opvangen. We staan nu in de Duivunder bij Herften. We hebben 2 nieuwe sporen gebouwd tussen Zwolle en Herften. Dus daar liggen nu 4 sporen. 2 sporen voor het treinverkeer naar Meppel en 2 voor de sporen naar Dalfsen. Rechts van mij zien we de sporen naar Dalfsen. Die gaan onder de trein naar Meppel door, zodat de treinen elkaar niet meer hinderen. Dat levert minder overlast op, maar ook rijtijdwinst. Nou, om de extra 2 sporen te bouwen, moesten we over land en over water nieuwe bruggen en viaducten realiseren. Dus wat je hier op de achtergrond ziet is het spoorviaduct en een nieuw fietsviaduct over de Centuurbaan. En de Centuurbaan is een van de belangrijkste verkeersaders in Zwolle. Dus een mooie uitdaging was het van hoe gaan we dat nieuwe spoorviaduct bouwen terwijl ook het verkeer gewoon door kan rijden. En dat was best wel een puzzel, maar daar zijn we gelukkig goed uitgekomen. En daarnaast hebben we op station Zwolle een perron verbreed. Perron van spoortje 15-16, dat was heel smal. En dan komen tegenwoordig heel veel lokale scholieren komen daar met de trein aan. Dat was echt dringen. En dat perron hebben we ruim 2 keer zo breed gemaakt. Dat is een hele goede investering voor de toekomst. Hier in dit gebied was bereikbaarheid ook wel een groot issue. Je ziet namelijk daar in de verte zie je een tijdelijke overweg over het nieuwe spoor liggen. Een overweg daarnaast, die ligt daar ook nog, maar die komen te vervallen, allebei. En waar we nu staan, het nieuwe viaduct, dat wordt straks een nieuwe ontsluitingsweg voor die bewoners aan die kant om weer naar huis te komen, bezoek te ontvangen, noem het maar op. Wij zijn op dit moment op station Zwolle. We staan naast de extra sporen naar het noorden. Er komt dubbele capaciteit. De treinen die nu over 1 spoor moeten naar Emmen en naar Meppel, die worden uit elkaar getrokken. En dat zorgt ervoor dat wij extra sprinters rijden tussen Leeuwarden en Zwolle. Het is uniek in Nederland, een samenwerking van 4 provincies. Wat het zo bijzonder maakt is dat hier geld van Friesland, van Groningen en van Drenthe gaat hier letterlijk de grond in Overijssel. Dus de provincies uit de Noorden die maken het mogelijk dat wij extra treinen kunnen gaan rijden. En daar zijn we hartstikke blij mee.